zeer goede morgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Yves Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hierom niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Maar zeker abonneren, want wij moeten met de abonnees echt stijgen. Want het is wat stilgevallen, mensen. Het is wat stilgevallen. Maar ja, dat maakt niet uit. Er is wat rust in het abonnementwereld. Dat kan ook eens geen kwaad. Ik ben nu wakker. Ik moet zo beet vertrekken al naar mijn wijk toe. Ik ga nu ook al mijn vlog uploaden die ik gisteren heb gemaakt met de Q&A. Yes. Die is af. Want dat is eigenlijk een hele grote vlog geworden van 55 minuten, man. Dus ik hoop dat jullie die hebben gezien, man. En want het is echt... Ik heb het deze keer in een vertraagde tempo alles afgespeeld. Ik ben ook even zo naar buiten aan het kijken. Het is echt slecht weer, man. Het is echt grijzig werk. Oké. Ja. Ik heb het dus echt in een rustige tempo is deze keer eens gelezen. Ik ben eraan het leren, dus dat ik ook wat rustiger praat. Noem maar op. Maar ja, ze biedt gewoon vertrekken naar mijn wijk toe en morgen weer al op cursus. Yeah! Hallo, kijkers en welkom weer al. Jawel, om een gedeelte van Psycho TV. Ja, je ziet, ik heb ook een mondmasker van Psycho TV. Dat heb ik gekregen van een van mijn fans. Daar ben ik echt heel blij om. Dankjewel daarvoor. Nu ga ik richting mijn ouders toe, dan richting Bea toe. Oh, allee. Hier dichtbij is een hele zware ongeval gebeurd bij Bea haar thuis. Ik ga het jullie ook laten zien, want ik moet dat terug passeren om naar huis te gaan. Sorry daarvoor dat ik nog een keer moet passeren. Maar jullie gaan het ook zien. Het is een freed accident. Een freed accident. Een zwaar accident. Eén die echt in de kont is gevlamd. Aan de rode lichten. Ai. Ik zal jullie de beelden laten zien. Daar staat dus de auto. En daar is dus de politie, de brandweer, ginder, politie. Autoke die tegenin gereden is, die is de dader. Amai. Hier moeten ze nog redelijk wat opruimen. Ja. Veel sterker. Ja, mensen. Ik ga jullie een tip geven. Als stand houden met regen weer. Ik denk dat dat onvoldoende afstand is gehouden, dat er één remde voor oranje ligt en dan in één keer pataat. Zij waren niet één auto, niet twee auto's betrokken, maar drie auto's betrokken. Dus ja, dan gaat er nog iets zijn. Ik ben nu ook nog op de baan aan het letten, want het is vrij nat, vrij glattig. Dus ik heb ook aquaplaning, hoort je het? Dat mijn motor ook soms wat doordraaide. Die staan redelijk wat plassen. En ja, hier hangt mijn mondkapje van Psycho TV. Ik gebruik hem. Morgen opnieuw op mijn werk. Yes. Ze waren echt daar geschrokken van what the fuck heeft die Dimitri nu aan? Ja. En Psycho TV, man. Ja, mondmasker. Ja, het is al 7:30 hoor. Doe mijn... Hoe zeg je, dan ga ik ook nog even naar de oké toe. Maar dat doen we niet. Nee, naar de oké. Ja, naar de oké. Ik dacht dat ik de IKEA zei. Dimitri, ik ben al 7:30. En wanneer? Gaat het terug, beter weer zijn. Ja, dank u. Ik heb het ook nog wat veranderd, dit. Kijk hè. Ziet? Oh, dat is niet mooier.
nog feller dat ze afgeleid worden van oeh, wat is dat? Oei, wat is dat? Ja, dat is mijn badge van Psycho TV, zeg ik dan. Mondmasker van Psycho TV, badge van Psycho TV. Haar badge ligt hier nog op, mijn jaren onder een duw vergeten. Maar dat komt wel in orde, ze krijgt dat nog wel. Ik kom nu thuis aan. En die kraai, daar was iets aan het eten. Ja, ik ben er nog stil van die ongeval. Echt waar, ik ben er echt heel stil van. Voilà, zeg. Ik ben terug aankomen op mijn appartementje, veilig en wel. Voilà. Hier nog parkeren. Voilà. Altijd mijn eigen parkeerplaatsje. Zalig. En nu is het nog douchen. En dan en zo knolletje kijken. En stuk tv kijken, want vandaag is het woensdag! Stuk tv dag! Woehoe! Ja, dat is ook nog een van mijn lievelings YouTube kanalen. Die doen het vrij goed, moet ik zeggen. En ik wou daar vroeger ook een kopie van maken, maar dan hier een soort stuk tv Belgium. Maar ja, ze zijn ook België aan het veroveren, godverdomme. Maar ja, non du. Oei, oei. Wat moet ik doen? Voilà, dat is gedaan. Ik moest gewoon de sleutel eruit trekken. Ik ga jullie laten. Ik zie jullie allemaal morgen. Fris en wel terug. Morgen weer al een kussensdag. Kussensdag, kussensdag. Yay! Ik moet mij dan ook mijn eigen ook voorstellen. Jullie denken nu uw eigen voorstellen, hoe bedoelt je? Ja, daar zit dus een opdrachtje bij. Ik zal het eens één keer voordoen. Het moet binnen de minuut gebeuren. Dus tegelijk als er een nieuwkomer is in Bewel in Sint-Truiden, moet ik die gaan rondleiden. Dat gaat een van mijn nieuwe taken zijn in Bewel in Sint-Truiden. Hem ook proberen thuis te laten voelen. Samen eten. En ja, ik ben eigenlijk zo'n eter die graag eigenlijk alleen eet. Maar ja, dan moet ik gaan aanleren dan. Dat ik 's middags met iemand aan tafel dan moet gaan zitten. En dan nog mijn, ja, dus ook voorstellen. En dan ook ja, de rondleiding voor naar sanitair. Waar de sanitairs zijn. Waar de parking is voor de auto. Waar de bussen komen. Dus zoals, ja, dat is zoals schuins. Bij Baby wel zelf. Wat dan nog? De werkplek. Waar de kantoors zijn. Dat van die dingen. En bij wie dat ze ook allemaal terecht kunnen. Oké, ik ga me gisteren nu eens een minuutje voorstellen. Als het op 45 is, ga ik beginnen. Ja, ik ben nu zo aan het... Ja, ik ga het op 6 minuten beginnen. Dus ja, ik ben hier aan het recorden. Hier van onder staat zo ook een timerke. Hoe lang dat ik al bezig ben met aan het opnemen. Dus en daar kan ik mij dan nu op concentreren, uiteraard. Dus binnen de minuut. 5, 4, 3, 2, 1. Hallo, ik ben Dimitri Remus. Ik ben hier de Peter van Bewel van Sint-Truiden. Ik probeer u hier ook wegwijs te geven waar alles is, zoals de sanitair, waar de parking is, waar de refter is of de eetruimte, hoe je dat ook wilt noemen. En als er ook iets is, ik ben er ook voor u, dus ik ga ook regelmatig eens bij jou eens langskomen. En als je ook tijdens de middagpauze met mij samen wilt eten, zeg het maar gerust. En dan nog iets, en dan zal ik u ook wel de kantoren en al, en bij wie dat je allemaal terecht moet, bijvoorbeeld als je vragen hebt over loon of zo, bij wie dat je ook terecht moet komen. Bij deze. Dus ik ga u nog een prettige, maar ook echt een prettige weekdag toewensen. En dat was op 55 seconden.
Bam! Nog een keer. Jawel. Nu op 10. Hallo, het is hier met Dimitri Remus. Ik ben de Peter van Bewelsentruiden. Ik ga u hier een korte rondleiding geven, van een kwartiertje. Waar ook de wijkplaats is, waar de parking is, waar de sanitair is, of waar de kantoren zijn, of de burelen, of hoe je dat ook wilt noemen. En ik zal ook wel eens middags eens samen met jou aan tafel komen eten. En dan zal ik ook wel eens polshoogte nemen hoe uw wijkdag is geweest. En ik zal zeggen, je moet hier je niet verlegen voelen. Voel hier ook thuis. Echt waar, voel hier u echt thuis. Niemand zal u hier opeten. Probeer hier ook wel vriendjes te maken bij deze. Dus en ik zal ook wel eens nog eens regelmatig eens zien hoe het gaat ook met jou. Goed? Oké, zeg salukes en maak daar een hele, hele leuke, mooie wijkdag van, hè. Salukes, ciao. Yes! Weer al gelukt binnen een minuut. Een minuut is wel eigenlijk wel lang. Echt lang. Moet ik wel eerlijk toegeven. Oké. Maar nu ga ik wel de vlog beëindigen. Dankjewel om weer al een deel uit te maken van mijn leven. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog online komt. En alsjeblieft mensen, de niet geabonneerden. Ik weet dat jullie met veel zijn. Echt waar, klik alsjeblieft hier op die abonneerbutton hier onderaan op YouTube. Dus ga gewoon naar mijn klik op deze video, dan kom je ook direct op YouTube kanaal van mij met deze video. En dan vind je daaronder een abonneerknop. Klik daar dus alsjeblieft op, want ik wil echt heel graag aan de 1000 abonnees geraken bij deze. Een kleine oproepje geweest. Tot morgen beste allemaal. Mensen, een kleine toevoeging aan mijn vlog. Er heeft mij al iemand overhaald om de reacties wat hieronder in de YouTube-video's wordt gepost. Dat ik dat eigenlijk moet verder blijven doen. En daar niet mee moet stoppen. Bij deze ga ik dat ook doen. Ik ga er niet mee stoppen. Ik ga het wel, als het iets te veel wordt, ga ik het wel moeten opsplitsen in 2 dagen. Dus ik heb er al zo wat over na zitten denken van, hoe ga je dat dan oplossen? Dan ga je dat gewoon verspreiden over 2 dagen, maar je kunt alleen maar reageren over de ganse week. Maar dan zeg ik bijvoorbeeld de eerste pak 30 vragen vandaag, de volgende 30 vragen morgen bijvoorbeeld. Voilà. Zo kan ik dat perfect dan indelen. Dan hebben we de, 2 keer een Q&A in 1 week tijd. Als er echt, maar ook echt massaal wordt gereageerd. Bij deze hoop ik dat ik iets heb rechtgezet van mijn, van mijn Q&A van gisteren. Dat ik het daar had gezegd van dat ik het niet meer ging voorlezen, de YouTube comments. Maar ik ga het nog wel doen. Dus de interactie gaat blijven. Want dat is het stomste idee wat ik ooit, maar ook ooit heb gedaan bij deze. Allee, salukes en tot morgen. Joe.